Die instituties waar hij over spreekt, dat zijn tandenloze tijgers. Dat is wel duidelijk wat er nu met het Haga Lyceum in Amsterdam gebeurt. Het is vrijwel onmogelijk om die verschrikkelijke haatschool te sluiten. Als het bestuur straks weg moet, dan wordt er gewoon uit Saoedi-Arabië of Iran weer een ander verschrikkelijk haatbestuur ingevlogen. We hebben het hier gezien met de Islamic University of Rotterdam of Islamic University of Europa. Die school die is failliet gegaan. De vorige directeur die was naar Turkije gevlucht. Ik meen me te herinneren uit de pers dat die gezocht wordt. En nu blijkt dat die school... nu alsnog is er weer sprake van dat die gesloten moet worden. Ik had gedacht dat de hele school gewoon compleet weg was. Die school is nu weer compleet in dienst. Meneer Van Baarle, vierde voorzitter, bent u het niet met me eens dat de instituties hier tandenloze tijgers zijn en dat we niet eerst 3 à 4 jaar kunnen gaan procederen totdat die verschrikkelijke haatscholen worden gesloten? Dat we hier gewoon keihard moeten ingrijpen en het liefst zie ik dat in Nederland en te beginnen in Rotterdam gewoon al het in islamonderwijs weggaat.